Ryan, allereerst welkom bij ASWA. Vertel eens wat over jezelf. Ja, dankjewel. Ryan van Dijk, 26 jaar. Sinds 2 jaar nu woonachtig in deze omgeving, halfjaartje in Roon. Hiervoor gespeeld bij NEC Amateurs. Daarvoor bij FC Os een jaartje. En heel mijn jeugd bij NEC BVO. Hoe was dat om bij NEC te voetballen? Was een mooie periode. Vanaf mijn 12e daar in de jeugdopleiding gekomen tot aan mijn 20e gespeeld. Nou, dat is een mooie periode. Veel meegemaakt en veel geleerd. Maar ja, dat is alweer gebeurd, dus dat is eigenlijk al verleden tijd. Wat is je favoriete positie? Ik ben van nature middenvelder. Daar heb ik ook de afgelopen jaren gespeeld. Alleen ik ben gehaald hier als rechtsback. Zie je daar tegenop om rechtsback te gaan voetballen? Nee. Ik heb in de jeugd ook wel eens een keer gespeeld en bij Jong NEC ook wel eens een paar wedstrijden. En als voetballer wil je altijd spelen en op welke positie maakt voor mij dan niet veel uit. Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen? Allereerst natuurlijk veel minuten maken. Dat is een doelstelling van elke voetballer. En zoals ik de eerste weken zie, hebben wij een goede groep, een frisse groep. En ik hoop dat we met z'n allen de lijn die ze vorig jaar ingezet zijn in het tweede seizoen, zelfs dat we die door kunnen trekken in de derde divisie. Nou, succes daarmee. Dankjewel.